naam is Marije van Amersfoort. Ik ben universitair docent hier. En sinds kort ben ik ook opleidingsdirecteur van de lerarenopleiding. De opleiding docent Nederlands is een van de 5 opleidingen die we hier in Tilburg aanbieden. En je wordt opgeleid voor docent middelbare school voor het vak Nederlands. Om een goede leraar te worden moet je in eerste instantie hart hebben voor je leerlingen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je houdt van die groep waar je dadelijk les aan gaat geven. Maar daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk dat je hart hebt voor het vak Nederlands. En dat je wil overbrengen aan die leerlingen wat Nederlands is en wat je daaraan hebt en hoe belangrijk het is. Bij de universitaire lerarenopleiding vinden we een aantal dingen heel belangrijk. Natuurlijk dat je hier leert om goed les te geven, maar ook dat je kritisch bent. We zullen heel veel literatuur lezen en we gaan steeds nadenken over hoe zit dit. Je moet als leraar ook een onderzoekende houding hebben. Dat je steeds als je zelf les aan het geven bent, aan het nadenken bent. Is dit een goede manier? Kan ik het misschien anders doen? Hoe ga ik daar mee om? Naast kritisch zijn gaat het ook om dat je steeds bijblijft. Dus dat je je bezighoudt met wat er op het gebied van onderzoek gebeurt met betrekking tot het onderwijs. Het beroepsperspectief voor de leraar is heel goed op het moment, zeker voor een leraar Nederlands. Er zijn heel veel leraren Nederlands nodig. We merken ook nu dat de studenten die hier afgestudeerd zijn, bijna allemaal meteen een baan hebben. Waarom zouden studenten voor deze opleiding moeten kiezen? Ze moeten voor deze opleiding kiezen omdat het de leukste is die er is.